U weet het, wekelijks op de markt, JWTV, en dan praat ik met mensen over allerlei zaken. John van Sliedrecht, dat is de fractievoorzitter van Schiedam D66. John, laten we maar beginnen met het grootste probleem. Schiedam van gas los, er gebeurt van alles. Wat is jouw verhaal? Ja, nee, je noemt het een probleem. Ik weet niet of het een probleem is, maar er gebeurt inderdaad wel van alles. En helaas, wat mij betreft, ook wel zaken die de aandacht van het goede afhalen. Kan je het verhaal simpel uitleggen wat er nu gebeurt? Nou, de afgelopen week, wat met name in het nieuws is geweest, het WOP-verzoek van de oudere partij. Waarbij app-conversaties naar buiten zijn gekomen. Waarbij gedaan wordt alsof er heel veel gebeurd wordt over een toegezegd seniorenvoorziening voor mensen met een migratieachtergrond in Groenhoord. En ja, ik heb dat gelezen en dan denk ik van ja, maar is dit nou nieuws? WoonPlus zorgt onder andere voor seniorenvoorzieningen, ook in Groenhoord en bijvoorbeeld in de Woudhoek, waar we ze verdomd hard nodig hebben. Want daar zijn gewoon te weinig seniorenwoningen. Daar hebben ze al geld voor in de begroting staan. WoonPlus maakt met de gemeente Schiedam prestatieafspraken, zoals ze dat noemen. Van nou, wat ga je nou de komende jaren doen? Wat zijn je speerpunten? Daar staan ook die seniorenvoorzieningen in. En daar staan ook doelgroepwoningen in, doelgroepvoorzieningen. Ja, volgens mij is dat het. De kunstenaars, ze zitten een beetje in de problemen. Ze worden overal uitgezet. Hoe moet dat opgelost worden, John? Ja, ze worden overal uitgezet. Dat is lekker kort door de bocht. Wat met name nu speelt, dat zijn de kunstenaars die in de Ipelaan in Tuindorp zitten. Dat zijn er vier, waarvan je er twee eigenlijk heel veel in de media hoort. De andere twee niet. Dan heb je nog de Zalmstraat in de Gorsen. Waar ze in een oud schoolgebouw zitten. Wat op de nominatie staat om herontwikkeld te worden. In wat voor vorm dan ook. Maar ja, in de tussentijd is de afspraak geweest, kunnen die panden gebruikt worden door kunstenaars. Die zitten daar, voor een vriendenprijsje zitten ze daarin. Hartstikke mooi. Maar dat is een keer over. Nou, dat is geen nieuws. Dan is het wel van waar ontstaat nou de beroering door. Kunstenaars voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Met name in de Zalmstraat zijn ze heel erg bang van ja, maar wat staat ons nou te wachten? Nou, ik denk dat je daar als gemeente maar één taak hebt. En dat is gewoon goed met elkaar overleggen en elkaar goed op de hoogte houden. Maar is het dan zo moeilijk om één pand te vinden om ze allemaal in te douwen? Ja. Denk even ook aan andere discussies die we de afgelopen jaren hebben gehad. Met bijvoorbeeld Stichting Net Niet Genoeg is de eerste die mij nou zo te binnen schiet. Maar zo zijn er nog meer. We hebben in Schiedam heel weinig eigen panden. Dus het is ook niet zo dat je zegt van nou als we het ene pand verkopen of afbreken. Dan verhuizen we mensen naar het andere pand. Zo simpel is het helaas niet. En ja, dan is het wel een zaak om A te bedenken van nou hoe kan je ze helpen naar een ander pand. En volgens mij is de wethouder daar op dit moment mee bezig. Ontwikkel wel een atelierbeleid zoals ze dat dan noemen. Van nou, hoe ga je in dit geval om met kunstenaars? Hoe huisvest je ze? Op welke voorwaarden huisvest je ze? Want je zal ook niet iedere kunstenaar heel erg hoeven helpen. Als een kunstenaar zelf heel goed kan leven, heel goed kan verdienen van zijn werk. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar ja, moet je hem dan als gemeente ook huisvesten? Dat is even de vraag. Maar Schiedam is een stad met heel veel cultuur en dat wil ik wel graag zo houden. Inspraak van de burgers. Ik weet van oudsher dat jij daar altijd een fel voorstander van bent geweest. Jij wil de mensen mee laten denken. Maar de klacht uit het veld is, ja, we kunnen wel inspreken, maar er gebeurt gewoon niks mee. Nou, dat is niet zozeer mijn punt, maar een D66-punt. Ik kwam van de week een interview van 2 jaar geleden, wat je met me hield, tegen, waarin we het ook hebben gehad over participatie. Toen heb ik wel gezegd van ja, weet je, er gebeuren ook goede dingen in Schiedam. Ik heb toen de schrijversbuurt in Schiedam-West genoemd als een voorbeeld van waar de participatie echt heel goed is gelopen. En waarbij je toch achteraf, nou zeg maar even op zijn Schiedams gedonder krijgt. Omdat mensen die niet mee hebben geparticipeerd op dat moment zeggen ja, maar waar kan ik nou mijn auto kwijt? Nou, legitieme vraag. Maar ja, dat geeft wel het probleem van participatie aan. Het is zo makkelijk gezegd, laat mensen maar meepraten. Maar onder welke voorwaarden, hoe sta je daar als gemeente in? Want dat is echt nog wel belangrijk. Er zijn in de afgelopen jaren diverse projecten geweest waarbij het bij het een wel goed ging en bij het ander niet. Nou, waar zit dat in? Het is gewoon heel belangrijk wel om mensen van tevoren mee te nemen. De
raad en het college werken op het moment aan een participatienota. Lekker ambtelijke taal, maar in ieder geval wel, zeg maar, gewoon de spelregels van hoe gaan we de komende jaren participeren. Nou, dat is ook wel handig als je die opstelt samen met Schiedam. Maar nogmaals, het is niet zo eenvoudig, ben ik in de afgelopen 7 jaar ook wel achtergekomen. Er is een heel mooi voorbeeld van waar het Falikant fout is gegaan met alle goede bedoelingen van dien. En dat was het project Hoogstraat Plus, waarbij de gemeente uitgebreid heeft ingezet op participatie. Heel Schiedam kon meepraten. Het is op zich een heel mooi traject geweest. Alleen krijg je achteraf vragen over de kosten. Nou, op zich een legitieme vraag. Maar misschien moet je dan van tevoren afspreken van wat kost het. En uiteindelijk duurde het allemaal zo lang en kwam er zo'n mooi plan uit dat het niet betaalbaar was. Nou, iedereen ontevreden. Ja, dat moet je ook niet willen. We gaan naar de jongeren, we maken ons zorgen. Ze blowen, ze zijn op straat, ze zijn met die COVID onverstandig af en toe. Studeren is lastig. Allerlei organisaties houden zich bezig met jongeren. Wat moet daar nou van komen? Nou, dit is echt een punt van zorg. Een groot punt van zorg. Je noemt COVID al. Nou, wat COVID het afgelopen jaar, de lockdown, ook heeft veroorzaakt, is dat er ook heel veel psychische klachten zijn bij jongeren. Dat er geweld achter de voordeur is. Dat is echt een enorm probleem. En het probleem wat je daarnaast hebt, is dus inderdaad van hoe is de jeugdzorg ingericht. Er zijn heel veel wachtlijsten. Moet het anders? Het moet anders. Daar wordt ook wel aan gewerkt binnen de gemeente Schiedam, maar ook met de gemeente waarmee we dit samen aanpakken. Maar ik denk wat de kern van het probleem wel is, je kan heel veel dingen oplossen met meer geld. En dit is iets, een aantal jaar geleden is de jeugdzorg in 2015, zeg ik dan wel eens, over de schutting gemikt vanuit Den Haag naar de gemeente. Alleen het geld wat erbij hoort, dat krijgen de gemeenten niet. En dat breekt ons nu op. Dat breekt ons nu op. Nou is er van de week wel bekendgemaakt dat er eenmalig 600 miljoen naar de gemeente gaat. Nou, daar zal, als je naar Schiedam kijkt, zal daar ook een stukje van naar Schiedam komen. Maar dat is geen structurele oplossing. Structurele oplossing is meer geld. En alle gemeenten in Nederland die krijgen ieder jaar vanuit Den Haag een bedrag om dit soort zaken van te betalen. Dat komt vanuit wat ze noemen het gemeentefonds. Nou, dat gemeentefonds, daar moet gewoon veel meer geld in. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld zelf in alle debatten over rond de Tweede Kamerverkiezingen heb gemist. Want dan kan je wel zeggen, ja, los die jeugdzorg op. Ja, maar dan moet er wel vanuit Den Haag meer geld komen om Schiedam en andere gemeenten de kans te geven om dat op te lossen. Zonder dat wij hier op een gegeven moment moeten gaan zeggen van, nou, we moeten belastingen gaan verhogen of zwembaden sluiten of allerlei andere enge dingen. Want we hebben gewoon het geld niet. Nee. Dan gaan we naar de veiligheid. Je collega Jarl die maakt zich al jaren zorgen over. Het wordt gezegd, ja, het zit tussen je oren. Het is helemaal niet zo onveilig in Schiedam. Is het nou veilig of onveilig? Dat kan je in tweeën hakken. Als je naar de cijfers kijkt, dan zeg je van, nou, Schiedam wordt op zijn minst minder onveilig. Hè. Je ziet dat de criminaliteitscijfers afnemen. Dat gaat de goede kant op. Alleen, mensen ervaren het niet zo. En daar vragen we dus inderdaad, en bij ons is Gerald de woordvoerder, al vanaf 2018 aandacht voor. Richt je niet alleen op die cijfers, maar kijk ook naar hoe mensen hun stad ervaren, hoe ze het beleven. Nou, voor die veiligheidsbeleving, om het zo maar te noemen, hebben we een aantal keer aandacht gevraagd. Heel simpel, als jij je niet veilig voelt, dan is het ook niet veilig. Hoe vaak we ook zeggen dat het goed gaat. En nou, dat is inmiddels ook wel geland bij het college. Er is op verzoek van ons een stadserf georganiseerd een tijd geleden over dit onderwerp. Er is een rapport over geschreven. Dat rapport is, de aanbevelingen die worden omarmd door het college. En dat betekent dat je dus niet alleen moet richten op meer cameratoezicht of preventief fouilleren of zo. Want dat kan ook onveiligheid gevoel veroorzaken. Maar dat je ook gewoon zorgt dat je problemen zichtbaar aanpakt. Dat je voorkomt dat buurten verloederen, wat ook weer criminaliteit in de hand werkt. Dat soort zaken. En nou, daar wordt meer aan gedaan. En in combinatie met dalende cijfers gaat dat hopelijk zorgen voor inderdaad een veiliger Schiedam. Ten slotte, want we eindigen altijd positief in deze show. Jullie gaan wandelen met Schiedammers. Nou, vorige week ben ik wezen prikken met de AOV. Ook een praatje met Schiedammers. Zijn dat verkiezingsdrangsgevoelens om nu naar buiten te gaan?
Nou, ik mag hopen van niet. Als je ons kent, dan weet je dat we al in ieder geval 7 jaar heel regelmatig, verkiezingstijd of niet, op straat staan met wat wij dan noemen Spreekuur 66. Gewoon in een wijk aankondigen wanneer je er staat, staattafeltje neerzetten en kom maar en vertel maar en stel je vragen, kom met je problemen. Maar jij weet het, de vraag stellen verwachten de mensen de vraag beantwoorden. Ja. En dat heeft ook de afgelopen jaren best leuke dingen opgeleverd. En het is gewoon heel simpel. Je kan als lokale partij je werk niet doen zonder die Schiedammers. Je moet, bedoel, je kan daar in dat stadserf gaan zitten en in de raad van alles verzinnen. Maar je moet als raad of raadsleden ook gewoon in de stad zijn. Nou, wij doen dat al 7 jaar. Omdat we nu niet kunnen staan op straat, hebben we nu gezegd, nou, dit duurt nou al zo lang, nu gaan we wandelen. Dus nou, hopelijk melden mensen zich daarvoor. En dat andere partijen dat ook gaan doen, ik vind alleen maar prima.